Yo mensen van GamerKNL, hier is Maker Dim en we zijn hier weer bij Vita Beast. En allereerst mijn excuses, ik heb zojuist hiervoor een fucking lange record gedaan. Waarom herstel jij niet? Oh, zo wel. Ik heb hiervoor een hele lange record gedaan, waar ik heb uitgelegd dat ik ethanol momenteel ga gebruiken. Want mensen vroegen zich af, waarom doe je dat term? Nou, ethanol, dat maak je met squeezer en biofuel, fruit juice, bla 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 bla. Biomass, en dat maakt dus eigenlijk is het een soort van biofuel. Ethanol, biofuel, het is allemaal hetzelfde. Nou, ik heb nu een ender tank frequentie daarvoor gemaakt. Dat is lime, white, yellow, orange. Dan stop ik in deze semi-fluid generator, die hier energie aan het opwekken is. Pardon. Waarom heb ik dit gedaan? Heel simpel, ergens moest ik het al doen. Ergens wou ik de ethanol voor gebruiken, dus ik gebruik het nu voor IE. Want dit, ik heb geen idee hoeveel dit output. Vind ik jammer dat ik dat niet zie ergens. Maar dit ding gebruikt 1 EU de tik. Dat weet ik wel. Dan zoiets. Voor mij meer als het brand. Whatever. Maar dit maakt momenteel mijn charcoal goed. Want het systeem wat we hadden. Wat hier nog steeds draait volgens mij. Voor mij neemt het nu af. Ja. Oh. Zo. Het systeem wat we hadden, dat was gewoon simpelweg niet snel genoeg. En hoe erg gaat het nu al met de charcoal? Want ik verwacht dat we heel snel veel charcoal hebben. Enigszins ben ik dermate bang dat we niet genoeg hebben straks. Maar oké. Het gaat wel ergens, maak ik wel ooit een cap. Kun je dat ding kunnen we stoppen, denk ik. Maar dat bedenk ik wel niet later voor. Want de charcoal was onze bottleneck. Wel, ik denk dat het nu weer de cobblestone is. To be honest. Ja. Oppassen. Ja, de cobblestone is nu de bottleneck. Maar hier zou het had drie van elke nodig. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oep, plomp, plomp, plomp. Het gaat zo snel. I love it. Maar ik heb dus net uitgelegd hoe ik dat heb gemaakt. En een beetje gedurfd. Metal former, waar je tin in doet. En een compressor, waar je de coal in stopt. Gemasterate coal. En wat ik ook heb gedaan was deze drie storages erbij toegevoegd. Met gewoon hier de storage bus. Hetzelfde als hier. Dus niet echt iets bijzonders. Maar ik moest het wel doen. Want het systeem zat redelijk vol. Nog steeds trouwens. Maar ik zie hier weer twee rode kruisjes. Maar het systeem fixt zichzelf wel. En anders heb ik pech. Zo dingen zoals salt paper en limestone. En dat soort lelijke blokken heb ik niet meer nodig. Voor de mensen die de afgelopen streams niet hebben kunnen zien. Doomyap is bezig weer met de quarried stone. De nether brick. Een stuk mooier design vind ik. Ik vind het strakker allereerst. Super mooi. Dat hebben we samen met de stream redelijk goed besloten, om eerlijk te zijn. Oh fuck trouwens, hoe erg. Oké, daar kan ik mee leven. Sorry voor het piepje als jullie het horen. Mijn droger is, de droger is klaar. Zo. Lol. Eens kijken, wat hebben we nog meer? Dit was het wel een beetje. Dus, ik heb heel veel gecraft. Echt heel veel. In Digital Craft is tegenwoordig alleen maar craften. Maar ik kwam erachter dat ik dus per ongeluk nog plug met DJ op de achtergrond aan had. Dus overal muziek en copyrighted muziek vindt YouTube niet leuk. Dus ja. Wat ik vandaag dan wil gaan doen, want we moeten iets doen. Is allereerst onze, voor de mensen die ons niet al te veel volgen op Twitter, Facebook en niet alle... Niet alles behalve... wacht, laat ik het goed zeggen. Die alleen onze Learn the Beast serie kijken. Ik ga samen met Brian en Rick en alle andere mensen van GKNL gaan we... Ik zeg gewoon we. Makkelijker. Gaan we livestreamen. Een 24 uur livestream. Waaronder ook LTB. Waar we ergens midden in de stream voor mij gaan Learn the Beasten. Ik weet niet hoe de planning uit mijn hoofd. We hebben wel een planning. Niet helemaal publiek, maar... Dus we hebben een soort van planning wat we een beetje proberen aan te houden. En daar zit ook Learn the Beast in. Dus als jullie geïnteresseerd zijn, kom gezellig langs. Ik heb geen tijd wanneer ik het ga doen. Maar ik zeg het maar een keer. We hadden ook nog iemand anders geïnvite laatst. Maar hij was helaas aan het grieven. Het shit in de lava gooien, whatever. Boeit me heel weinig. Hij grieft de Adrio. Maakt me niet heel veel uit. Maar als we een channel gaan toevoegen, is het wel een beetje treurig dat je dan gaat grieven. Ja. Dat is het. Zo. Dus ja, we zijn hier dus bij Gaming Adrio. Ik heb blijkbaar zijn naam vorige keer. Niet vorige keer.
iets langer geleden, Tim. Een vorige keer fout gezegd. Waarom is dit afgezet? Is dit anti? Damn! Kan niet eens langs. Oké. Okay. Flink parcours. Is die afgebrand? Ik weet niet. Staat burning damage? Denk het. Denk dat dit gebrand is. Oh, en wat Thalmscraft. Wat gezellig. Nog een Thalmscraft iemand in de server. Yay! Oh, dat is sarcasme. Sorry. Sorry. Stonden deze bomen hier allemaal? Voor mij niet. Wat is deze? Die ken ik niet. Water en Perdito. Oh, ik zit toch vol. Wat de hel hebben ze hier gedaan? Oh, ze hebben met Chisel gespeeld. Lol. dat doet me denken aan Sens video's. Oké. Okay. Hier, dank u. Ze hebben wat... Want wat ik vandaag ga doen is een klein servertoertje. Ze hebben hier, nou, blijkbaar bloed, want ze zijn hier gelopen. Een chanting table, niet echt iets bijzonders, denk ik. Oké. Okay. Nice, pretty nice. Oh, ze hebben geluisterd. Een soort van. Ze hebben hier watermails. Met stromend water genereert dat stroom. Voor mij hebben ze niet elke aan water vastgekoppeld. Ik zie de achterkant niet. En daar kun je dus blijkbaar dingen mee poweren, maar dat hebben ze niet gedaan. Dus het zal wel. Al die trapdoors hier. Jongens, jullie hebben zoveel mooie manieren. Gebruik dan geen trapdoor. Dus dat is zak chips en Adrio Games. Als ik nu wel... Wacht. Adrio Games, als ik het goed zeg. Waarom doe ik zoveel derpy? Oké. Okay. Nou, we gaan van rechts naar links. We gaan naar Sense Videos. Sense Videos met hun awesome... Ik vind het best wel een epic base, om eerlijk te zijn. Hoewel, ja, ze hebben niet echt de bovenkant mooi gedaan. Maar, weet je, ik kan ermee leven. En ze zijn natuurlijk nog bezig met Nitor. Ik weet niet of ik dit officieel mag laten zien. Ik weet niet hoe ver ze in hun serie zijn, maar... Balls to it. Mensen wouden het zien, dus ik krijg ze te zien. Bah. En daarboven hebben ze ook nog een base, maar voor mij hebben ze daar niks gedaan. Ik kan nog eventjes controleren. Sinds video's is wel redelijk actief, mag ik zeggen. Dus eventjes omhoog met het jetpack. Tap, tadap, tadap. Hi, kip. Wat? Oh, fuck. Nee, mijn jetpack is niet leeg. We zitten gewoon op maximum hoogte. Hoogte. En dat is wel mijn plug. Eens kijken. Waarom krijg ik dit soort meldingen altijd? Oké. Okay. Dus, Hoe kom ik... Oh, hier is de weg naar boven. Nee, voor mij hebben ze hier niks gedaan. Niet dat het ergens op lijkt. Ik heb geen vaddervelling. Vaddervelling. Mag verder vallen. Wat? Verder falling, oftewel. No fall damage. Zo. Surriders, voordat je niet weet, zit daar een hele mooie aura noot. Ik kwam niet stelen van je, maar... Just saying. Jeroentje. Een dubbele stream al mee gedaan inmiddels. Super aardig gozer. Af en toe een beetje raar, maar hey. Een beetje raar moeten zijn. Oh. Wow. Hij heeft een chunkloader. Iets met bijen. Iets met andere troep. Thalmscraft. Zag ik tussen. Tinker's Construct smeltery. Best wel basic, maar... Gratis, dat is voor lava, je oors dupliceren. Jeroen, ik heb deze boek teruggevonden in de Nether. Oké, zak chips. Oké, nice. Hier heeft hij wat stroom, een ME-system met basic troepen in. Hier de Miscraft systeem, wat ik altijd misbruik. Vraag maar wat hij nou hiermee precies doet. Is dit een bottler? Oh, hij maakt de bottles van... En hier slaat hij zijn super gekwadresseerde kopstone op. En hier beneden, als ik het me goed herinner, probeert hij mob essence te maken. Dacht ik, voor zijn eigen mob farm. Ja, dit is eigenlijk goed. Zijn eigen mob farm. En dan kan hij mee ruilen en shit, net als wij. Beetje basic, maar niet al te basic. Gewoon een beetje handmatig.
Oké. Touche. Ha, oké. En hier heeft hij nou, niet verkeerd aantal diamonds. Omgerekend, gedeeld door 8. Denk ik, toch? 8, ja. Niet verkeerd, niet verkeerd. What the actual fuck is dit? Dit. Ik kom hier regelmatig. Dit is een mob farm die mislukt was volgens mij. Don't get me wrong. Oh, wauw. Gedeactiveerd, oké. Okay. Dat weet ik. En dit is nog de meest gefaalde versie. Wat heeft hij hier in zijn auranood? Vraagteken? Hold on a second. Heb ik Tempus nog niet? Oh, dat is interessant. Wat zit Tempus in? Ik heb nog nooit de klok geresearched. Oké. Okay. Oké, deze heeft hij een Tempus ding. Wat nice. Ik weet niet eens waar een Tempus uit bestaat. Tijd. Oké. Hoe? Dit is dus zijn farm, denk ik. Zit er een planter? Heeft hij dit handmatig? Het zal wel. Het zal wel. Ik weet niet wat Jeroen altijd aan het doen is. Soms denk ik van, oh, dat is een slimme jongen. Die heeft iets slims gedaan. Maar soms ook van, what the actual fuck. Voordat ik het vergeet toe te voegen. Jeroen heeft nog een klein stukje hier beneden. Waar die aluminium, goud en dat soort shit verzamelt. Om daarvan uiteindelijk blokken te maken. Gewoon auto-crafting tables. Niet echt bepaald fancy, maar het werkt. I suppose. Dus ja. Dat was Jeroen's kies. Voor mij heb ik nu alles gecoverd. Want ik heb nog even een rondje gelopen. Maar voor mij had hij niks. Ja, zijn autofarm net als ons. Blijkbaar een boek dat hij heeft gekregen. Overworld. Vraag me af waar hij heen gaat. Zo, en dan gaan we naar de Nether. En dan hebben we Jeroen gehad. Dus dan gaan we als laatste naar BBG. BBG is de laatste tijd inactief, dus verwacht niet te veel. Hij heeft wel 2 chests erbuiten nu. Zie je 4 chests of 2? Oh, 2. Okay. Ver, wat is er? Oh, hij is bezig met de Rotary Craft, zie ik. Wat een feest. Hij maakt zijn boom nog steeds niet af. Kut BBG. Ga eens aan je werk. Oké, okay, eerste verdieping. Het is een diamonds aantal, wat voor mij nog steeds niet klopt. Nee. Oké, okay, het zal wel. Applied Energistics books. Waar de fuck is dit? Wat? Ik weet dat ik random kabels af en toe aanleg, maar je moet toegeven. Hier naar mijn. Oh ja, dit zijn geen multiparts. Oh. Wat heeft hij hier? Een crafting terminal. Oh, dat hij daar ook weer bij zijn spullen kan. Oké. Okay. Hij heeft daadwerkelijk wat gedaan sinds de laatste keer dat ik hier was. What the actual fuck. Hij stopt hier block of coals. Een DNA splitter. Een DNA breeder. Combustion engine. Wat? Ik weet dat hij tegenwoordig. En een worktable. Die is van Realtree Craft, oké. Okay. Ik weet dat hij bezig was met DNA. Dat hij kon vliegen. Is het zo ingewikkeld? Centrifuge. Overklokker 2. Wat? The actual. Fuck, oké. Okay. Oké, okay. Hey, wat is dit? BBG hamer, BBG X. Interesting. Voeg er diamond aan toe en het heeft meer. Oké, okay, het zal wel. Hup. En hier heeft hij dan zijn kleine plantage. Oké, okay. Nurse, pretty nurse. Oh, niet op de XP dingetje staan. Heeft hij er hier wat in zitten? Nee. Hij is geen jochskes dat hij alles in opslaat in liquid form. Voor mij respawnen, althans spawnen er af en toe Auranodes? Nee. Dit ding heeft waarschijnlijk wel maar langer gestaan dan vandaag. Darkness. Is het een Sinister? Oké, okay, het is een Sinister. Dat is enigszins veilig.
Anders moest ik hem nu verwijderen. Ik probeer alle dark notes even uit onze wereld te halen. Want die eten van light notes. Hé, dat is nieuw. Dus wanneer hebben ze hier zo'n fancy huisje? En een... Dat rood dat is rood Rotorycraft. Met allemaal awkward. Oké, ze hebben iets aan fanciness. Oh, dat is echt een leuk idee. Clear glass covers. Oh, dat is echt leuk. Dat is echt mooi uitgevakt. Wat? Wie heeft dit gebouwd? Dit is fancy. Fancy as fuck. Wat? Oké. Dus jongens. Dit is de wereldtool. Tour. Niet al te veel. Maar daarentegen. De server is pas een maand oud. Toch? Zijn we pas een maand bezig? Langer? I don't even wonder now. Heb ik deze al gedaan? Oh. Ik denk dat ik deze ook nog ga meenemen. In verband met dat het vuur is. Zullen we dat eventjes in record doen? Burn doen dat er geen record. Plop. Wat wij nodig hebben is glas. Wat een toeval dat ik dat heb. En slabs. Slabs heb ik ook. Oké. Dus we gaan naar die. Zien we hem al vanaf hier? Nee. Nog niet. Nog niet. Ja. Voor de workspace. Is niemand online? Nee. Anders moet ik dan ook mijn zwaard in mijn inventory hebben. Sommige mensen komen gewoon random naar je toe en slaan je in elkaar. Dan ben ik blij dat ik nu dit uber awesome enchanted armor heb. Maar alsnog. Je weet maar nooit dat iemand net een tool heeft gevonden dat mijn armor ignores. En dan ben ik een beetje een dikke poepoe. En dan ben ik dood. Oh, dikke poepoe. Zo. 1, 2, 3. 1, 2. Oké. Okay. En dan met een pickaxe moet je die slopen. Voor de mensen die het willen weten. Oh, ik heb hem in mijn inventory. Dat scheelt. Dit is nood in een jaar. Ofwel, je hebt 70 van al deze, van deze dingen nodig in je staf. Nou, dat had ik toevallig. Dat ding was helemaal vol. Dus ja, dit is best wel handig om je noten zo te veranderen. Dat is te verplaatsen. Dan hoef ik niet de hele wereld meer rond. En een kleine tip om ze één gespaced te bewaren. Als je begrijpt wat ik bedoel. Want als je ze wilt verplaatsen, kan dat anders niet meer. Want je bent de helft van je noten kwijt. Staat hij hier goed? Ja, en twee, wat een flat. En als je trouwens weer rechtermuisklik doet met je wand, dan breek je hem. En dan ben je blij, want je hebt een nieuwe noot. En ik heb hier een recharge pedestal. Met nog een keer een upgrade erop. Ik weet niet meer waarom ik de upgrade deed. Want ik heb alleen maar puur notes. Dus pure aura notes. Geen mortis of morphinus of weet ik het, saxum. Of whatever, stone. Voor de mensen die het niet begrijpen. Erin. Ik heb pure dingen. Maar dit ontleed het. Voor mij heb ik er één. Eén. Nee, ik heb er niet één. Oh, hier. Hier zit eten in. En als je dat in zijn core elementen onderschat, is dat voor mijn vuur, terra en water. En dan krijg je dus de vuur, terra en water eruit wat hij normaal erin zit. Het is best wel OP als je daar een goede lading van hebt. Maar ja, dat is het een beetje. Je kan trouwens dit allemaal automatiseren door te zeggen wanneer er genoeg in zit, haal het eruit en dan stop het erin. En allemaal fancy shit. Maar dit werkt ook. Even handmatig 30 seconden wachten. Semi-handmatig, want ik sta er gewoon bij. Ik hoef niet mijn rechtermuisklik te klikken. Ik kan niet per ongeluk het ding leeghalen uit de nood. Zo. Zo. Die 250 van alles. En waarschijnlijk heeft hij helemaal niks van deze gebruikt. Maar alsnog. Ooit op een dag dan heb ik vuur nodig. En ik had nog niet echt een grote vuur. Ik heb twee kleintjes. Drie kleintjes, vier kleintjes, vijf kleintjes. Vijf kleintjes van vuur, want ik had altijd vuurproblemen. Zo. Die. Dus, wat gaan we nog meer doen? Oh ja, dit ding is echt nu zo super snel. Oh, de charcoal upgrade was echt OP. OP.
Oh ja. Doneerpunt. Alles verdwijnt. Als je het hier in de buurt gooit, het komt gewoon in het ME-system uit. Super chill. Ik hou van die upgrade. Hoe gaat het met... Volgens mij hebben we een buffer. Ja, we hebben een buffer. Dus momenteel is het enigste bottleneck... De snelheid van Alimentum? Want hier zit maar één Perdito in. Dat is het probleem momenteel. Hebben we iets waar heel veel Perdito in zit? Wat we makkelijk kunnen genereren. Uiteraard. Gaan we daarin overstappen? Dan hebben we iets te doen voor vandaag. En dan dus stoppen we hem. Is het waard om een furnace van te craften? Dat is echt een goede vraag. Vind ik het waard om een furnace van te craften? Heb ik nog een auto? 1. Heb ik nog een keer... Oké. Okay. Ik denk dat 4 genoeg is voor dit project. Denk ik, ja. Wat ik ga doen, is ietsjes dit omgooien. In de zin van, doei. Nou, het ging net toevallig iets doorheen. En blijkbaar zitten deze gebufferd. Maar oké. Hoe ga ik dit in elkaar proppen? Dit is pittig klein. Oké, we laten het gewoon door de muur heen gooien. Er zit lelijk stone achter het term. Oké. Zo. Oeh, dat was lach. Ik heb laatst nog wel de server gereset. Oké, 4. 1, 2, 3. Waar kan ik 4 kwijt? Gaan we gewoon stakken of gaan we dit... We gaan het gewoon hier fancier maken. Dat het beter werkt. Zo. Zo. Ik denk dat we hier gewoon een secret crafting table neerzetten. Niemand die het ziet. Wat de pret verdient. Lever de sharper. Oké. Dus we zeggen dat hij furnaces maakt. Het is slechts een kwestie van meer ignis extruders dus. En wat we dan zeggen tegen deze user hier. En dan moet ik even een Pnetic server voor pakken. Die ik gelukkig ooit een stack van heb gemaakt in een stream. For no good reason. Zo. Zo. Pnetic server installed. Blacklist. Cobblestone. En waarschijnlijk komt het er nog eventjes bij. Omdat hij nog aan het exporteren was. We kunnen natuurlijk niet terugstoppen. Ik had ze hier al in gaan. Oké. Ga jij alvast furnaces maken. Wat we namelijk doen is een één groot netwerk van maken. Dus hij exporteert en importeert uit hetzelfde staafje. Staafje is een beetje raar woord. Maar alsnog, ik neem het. Dus ik doe gewoon wat meer Pnetic servers. Dat is wat mooier, denk ik. En we maken het straks allemaal wel mooi. We hebben niet meer. Plop, 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 plop. Met een lege hand. Doei redstone. Doei redstone. Doei redstone. Doei redstone. En als het goed is zullen wij in elk ogenblik. Zullen wij als het goed is eerst deze. Crafting tables zien. Verschijnen. Ik weet niet. In... Ik denk dat we nu te weinig extruders hebben. Dus kijken. Houdt hij dit bij? Nee. Maar wij maken nu wel meer Perdito. We maken namelijk in één keer 3. Dus elke verbranding is nu sneller. Dus wat gaan we doen? Extra extruders. Klinkt goed. En die cable. Die kan ik niet omleggen. Dat weet ik toevallig. Gaan we gewoon onze hele vloer voor verpesten. Like I care. Almost attempting to give a fuck. Oh, dat is water. Daar geef ik wel een fuck voor. Want dat is niks meer dan vervelend. Zo. En nee. Ik
zeg het leuk, maar dat is niet hoe ik het wil. Want zo kan het niet. Want er moet één lager. Ho. Zo. Zo. Dan met hier igneous extruders. Dus dan moet ik... Oké, okay. Één voor één. Eerst maken we igneous extruders. Extruder, daar. Allereerst maken we vier van... Niet van steel. Ik ga niet weer daarin trappen. Iron. Ik weet niet waarom je ook steel accepteert. Ik maak af en toe per ongeluk van steel. Weet je, fuck it. Sterk. Ik bedoel, er zit niks duurs in. Ik denk, waarom doe ik het moeilijk ook? Nee. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zo. En ik denk dat we alles hebben. Hoeveel mogen we er? 4. Want we hadden... Ja, dat klopt. Ik weet niet of we hier 4 kwijt kunnen, maar alsnog. Dit doen we eventjes straks. Output aan de onderkant. En racket met een ding. Deze kunnen we ook slopen. Output aan de onderkant. Racket met een ding. Output aan de onderkant. Ik neem aan dat het de onderkant is. En zet de output aan die. Dat moeten we nog een keer doen. Gelukkig kan dat nog. Ik was even bang dat hier al kabels zaten, zoals jullie zagen. Racket met de onderkant. Ik ga ervan uit dat het gewoon goed gaat. En dan zo. Wat een mes. Oké. Okay. Ik hoop dat de auto-crafting tables het nu bij kunnen houden. En anders gaan we dat straks merken. Even 4 buckets pakken voor water en... ja, we doen gewoon een paar buckets. Buckets. 4. Ja, we lopen al 2 keer. Dat doen we wel. 1, 2, 3, 4. Oh, dank u. Dank u beleefd. Zo. 1, 2, 3, 4. Met de R-knop sorteer je inventory. 3, 2, hoppakee. Jou aan. Jou aan. Jou aan. En jou aan. Als het goed is maken jullie allemaal cobblestone en exporteren dat ergens hier in dit systeem. Ik weet niet, ik neem aan dat jullie eerst allemaal hierin exporteren. Denk ik. Gaan we vanzelf wel merken. Als we eventjes handmatig onze eigen cobblestone voorraad. Cobblestone, heb ik dat nog? Heb ik dat nog? Good question. Cobblestone. Oh, wauw. Dit remt het totaal op de query. Ik bedoel de query, de zoekopdracht. Dat is het Nederlandse woord wat ik zocht. En nu weet ik spontaan waar ik de hele tijd aan marble kom. Af en toe zit ik hier te werken aan dit soort kleine projectjes en dan... Hé, waarom, hoe kom ik nou weer aan marble? Maar, het verklaart het. Eens kijken. En dan gaat het goed naar jou, denk ik. I suppose. Ja. Kijk. Dus nu met 2 gaan we dat redden. Met snelheid. Ik bedoel, we hebben wel gigantisch veel meer cobblestone generatie. En jij mag hier geen cobblestone accepteren. Dus als het goed is moeten jullie als enigste nu het werk doen. Ik heb nog één crafting table voor de mooiheid. Ik heb geen crafting table. Oh, tuurlijk, Minecraft. Ik denk al van waarom heb ik zoveel opties nog? En auto. Workbench heet het dan spontaan. Buildcraft soms. Oké. Okay. Gaan we het mooi maken? Ja, we gaan het mooi maken. Pomp het eruit. Zo. En cover het dan. Mensen geloven niet dat ik dit mooi kan maken. Oké, okay, tuurlijk. Je zult altijd de crafting tables gaan zien. En die kun je wel lelijk gaan opkofferen. Maar voor mij heb ik nog een holo. Ik kan nog iets van de kabels zien. Ik denk dat 1 genoeg is. Ja. For real? Ik dacht dat hij goed stond.
Oké. Zo. Goed genoeg voor mij. En de crafting table. Eens kijken. Perito, perito, perito. Ik denk dat hij nog aan het opwarmen is. Dat het daarom nog langzaam gaat. Kan nu niet. Eens kijken of deze bijgevuld wordt. Het kost wel meer. Het kost 8 voor 3. Nou, deze wordt bijgevuld. En sneller dan dat hij gebruikt. Dus dat is goed nieuws. Dus ik denk dat hij... Oh, fuck. Pak het weer op. Die dingen zijn gevaarlijk om in je inventory te hebben. Dat kan ik je wel zeggen. Ik heb regelmatig dingen hier opgeblazen. Tot raging aan toe. Zou je er... Ik heb nu een geweldig idee in mijn hoofd. Wither verslaan met alleen maar Elemite. Zullen we het daarmee eindigen? Tuurlijk, hij kan ons niet aanvallen. Tuurlijk. Dat is een beetje oneerlijk. Ik bedoel, wie wil er nou doodgaan? En ik heb die bloem, daardoor kan ik niet eens door Wither Damage doodgaan. Ik heb een bloem die Wither Damage ignores. Dus, oh. Ik kan wel zeggen, vorige keer toen ik mijn record nakeek, zag ik niet eens dat ik een fout maakte. Elke keer wanneer ik dit ding zelf gebruik, voor some reasons. Oké, okay, eens kijken of ik genoeg aan heb. Ja, ja, rustig maar, eventjes. Hey jongens, hoe gaat het met jullie? 3. Oh. Niet in je inventory, Tim. Zou ik er dan hier doorheen? Volg maar wel. Ik kan niet zien dat het hard komt. Ah, voor mij heeft het. Nee. Ja, alleen. Weer een keer heb ik alleen maar aan. Oh, ik heb nu de Division Coil opgeblazen. Oh. Wat nou jammer. Wat nou jammer, Tim. Dus. Dit was hem voor vandaag, jongens. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze nieuwe episode van Learn the Beast. En we hebben best wel dit ding nu super snel gemaakt. Voor mij gaan we straks nog een woedprobleem. Nee, wat zou ik zeggen? Woedprobleem. Wat hebben we fucking 200 woed? Ik bedoel, dit ding moet alleen eventjes nog opwarmen. Ik weet het, ik heb deze helemaal vol gedaan met lava. Gewoon YOLO. Maar, ja, deze... Oh, wauw, ze hebben al 3 furnaces. Oh, wacht. Ik vroeg me af, waarom maakt deze niet? Ze negeert nou het netwerk naar deze? Nee. Vergeet hem op te zetten. Maar ik denk dat we zo... Ik denk dat we die max 3 tot 4 gaat gebruiken. En dat we nog 1 backup hebben. Mocht hij sneller cobblestone genereren dan ik dacht. Dan doet hij dat nu. Dus, we hebben nu gigantisch snel Allemite gemaakt. Dat maken we nu. Want hij heeft nog een beetje moeite mee, maar hij is aan het opwarmen. Zo zie ik het. Zo zie je. Perdito is momenteel het probleem. En ik denk dat we dat probleem binnenkort, zeer binnenkort, niet meer hebben. Aangezien ik nu echt gigantisch veel per cobblestone genereer. Goddammit. Dus, dat was hem voor vandaag. En tot de volgende keer. Doei doei! En nu letterlijk 1 minuut na record. Dus zien we hem in volle actie. Het ging net goed. Zat er hier net de hele tijd 2, 3. Ik dacht dat hij opbouwde, maar blijkbaar niet. Ja, hier 3. En zit redelijk tot zijn max. Dus ik denk dat we nu best wel echt... Woef. Tuurlijk, als het moment dat ik het zeg, dan doet hij het niet. Maar dit is redelijk de maximum snelheid dat we kunnen gaan. Want Elementum maakt hem sneller. Sorry dat ik de hele episode verkeerd heb gezegd. Elementum die laat het op zijn maximale snelheid naar beneden vloeien. Dat is naar boven. Dus we kunnen dit niet versnellen. We kunnen wel de brandsnelheid verhogen. Maar dat zou je in dit geval niet toevoegen. Want de paarse balk zit vol. Daarom doet hij niks. Maar, weet je. Ik denk dat we het hier wel mee genoeg Elemite hebben. Ik bedoel, 10k. Gaan we dat nou echt ooit gebruiken, Tim? Om eerlijk te zijn, niet. Hier, 10k. Overigens, hier kun je 2000 miljoen items in opslaan. Dus ik denk dat we hier best wel veilig mee zijn. Hoe gaat het trouwens met jou? 4, 4, 5.
4-4-5. Gebruik je nou meer dan we opleveren? Niet gecheckt eigenlijk. Voor mij wel. En anders loopt straks even de elementenproductie op. Want ik zit er daarover na te denken, aangezien we zo supersnel deze dingen genereren. Om van charcoal af te stappen en volledig naar elementum te gaan. En dat we dan ook een tier omhoog kunnen, want elementum brandt langer. Ik weet niet, kunnen we dat opzien? Zoeken? Alumentum? We kunnen niet zien hoe lang die meer brandt, volgens mij. Zet. Maar voor mij brandt elementum langer dan charcoal. Alumentum. Dat dacht ik. Gaan we even heel snel opzoeken. Het wil exploderen. Oké, iets crashte me. Sorry daarvoor. Ik weet niet wat crashte. Ik weet niet wat mij momenteel gelijk genereert. Maar iets zorgt ervoor. Een elementum is 32 keer 32 items smelten. Oftewel 4 keer zo efficiënt als coal of charcoal. Dus daarentegen wordt nu dus... Voor mij is hout 4. Dus dan maak je er hier 8 van. En dan maak je er van charcoal 8. En maak je er van elementum meer van? Beste reden ooit. Meer. Ja, we hebben een buffer overflow. We hebben een overflow. Dus ja, ik denk dat we best wel klaar zijn ermee. Misschien dat we dus volgende episode een grotere tank gaan maken. En meer power gaan genereren op Steam. Want Steam is OP, dat weet toch iedereen. En dat alleen maar uit hout. Dus het enige probleem is momenteel elementum. Maar ik las dat we met salt paper. Zeg ik het goed? Apatite. En dat maak je van fertilizer, tuurlijk. Fertilizer. En dat maak je onder andere van. Oké. En dirt. Maar dirt hebben we genoeg. Dus we kunnen eventueel nog extra maken. Want zand krijgen we. Zandpeper hebben we genoeg. Dat was 500. Misschien dat we dat de volgende episode gaan doen. Maar bij deze, ik bedank jullie voor het kijken. En zeg tot volgende keer. Doei!